8 buitenlandse bedrijven zijn geïnteresseerd in het omtoveren van het Paranamgebied in een industriepark. Dit bevestigt minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Hij sprak journalisten eerder tijdens een vergadering van de regeringsraad. De bewindsman benadrukt dat er geen geheimzinnigheid bestaat rond de plannen van de bedrijven en stelt dat alle informatie zal worden doorgespeeld aan de gemeenschap. En we zijn heel duidelijk daarover. Deze 8 bedrijven zijn bekend. Die hebben zich bij elkaar gebracht. We zijn begonnen met hele informele gesprekken. Zij hebben interesse om een deel van het Paranamgebied te ontwikkelen tot een industriepark. Waarbij dan faciliteiten worden verleend aan industrieën die daar zich willen vestigen. Het is allemaal nog in een hele beginfase. Maar omdat het land... Omdat het stukje land daar eigendom is van Suralco, moet er eerst overleg met Suralco worden gevoerd. We hebben dat gefaciliteerd, want dat is onze rol, om te faciliteren. Wij gaan bedrijvigheid en bedrijven die entrepreneurship willen demonstreren, ondernemerschap willen demonstreren, gaan we altijd steunen. Het zijn bedrijven die iets produceren. Het zijn geen importeurs, het zijn geen handelaren. De minister geeft verder aan dat de bedrijven zullen produceren om te importeren. Er is al een memorandum of onderstanding getekend door de bedrijven en de staat. Nu wordt een studie gedaan naar mogelijkheden om meer bedrijven bij het gebeuren te betrekken.